ik ben Nathalie Huibrecht. Ik zit nu in kader MAVO en als je in het einde van het tweede jaar een 7 gemiddeld staat, kan je naar MAVO XL gaan. Mijn zus en mijn vader zaten ook op deze school en ja, toen leek het me ook gewoon heel leuk. Mijn tas was wel echt een beetje wennen hoe die zwaar die was. De eerste paar weken ja, had ik wel last van mijn rug. Heel, heel, heel zwaar. Ik ben Luc Kok en ik zit op Kalsbeek Bredius en ik doe MAVO XL. MAVO XL is MAVO, alleen dan kan je later nog kiezen uit een praktijkvak. Ik vond het eigenlijk heel spannend wat voor kinderen er in mijn klas zouden zitten. Alleen dat viel eigenlijk wel heel erg mee, want je had snel vrienden gemaakt. Ik heet Anouk van het Hof en ik doe kader MAVO. In het begin vond ik het wel lastig, want op de basisschool dan hoefde je geen boeken mee te nemen en hier wel. Dus dan moest ik wel kijken van oh, die en die boeken moest ik meenemen. Maar dat wende heel snel. Ik moest zeg maar naar andere lessen lopen en bij de basisschool zat je gewoon nog steeds op een stoel. Bijna in alle lessen gebruiken wij Chromebooks. We maken daar opdrachten op, we maken daar presentaties. Daar hebben we ook lessen voor, dat heet ICT. Daar krijgen we zeg maar lessen met Word en PowerPoint, hoe we dat moeten doen. En ja, dat vind ik dus zelf leuker dan in boeken werken. Alle brugklassen die hebben een eigen device. En dat geeft gewoon heel veel mogelijkheden. Opdrachten maak ik ja, met verschillende programma's, waardoor de lessen ook leuker en interessanter worden voor de kinderen. Toen ik nog in groep 8 zat, ging ik een proefles draaien op deze school. Produceren, installeren en energie. En dat vond ik heel erg leuk. Ik hou heel erg van met mijn handen werken. Ik klus ook wel eens met mijn vader, ik maak vogelhuisjes. Ik wil heel graag bij Defensie gaan werken. Als straaljagerpiloot, dat lijkt me super tof. Als je VMBO doet, kan je 6 richtingen kiezen. Economie en ondernemen. Horeca, bakkerij en recreatie. Produceren, installeren en energie. Dienstverlening, producten en sport. Zorg en welzijn. Huiselijke verzorging. Ikzelf ga denk economie en ondernemen kiezen. Ik denk dat je daar heel veel richtingen mee kan opgaan. Op deze school wil ik denk ik de richting uiterlijke verzorging. Omdat ik dat wel heel leuk vind en dan doe je allemaal dingen met je haar en uiterlijk eigenlijk. De leukere vakken vind ik tekenen, want daar zit je in groepjes. En in het begin dan hebben we het altijd een blokuur en een blokuur is dat je zeg maar 2 uur hebt. Naast de traditionele gymlessen hebben we ook in het derde jaar een sportoriëntatie, wat heel erg leuk is. En dan kun je kiezen voor de zomersporten. En dat betekent dat je kunt kiezen uit golfsurfen, je kunt waterskiën, bodyboarden, golven en natuurlijk persluchtduiken. Nou ja, het is gewoon een hele gezellige sfeer. In de pauze zit je vaak op de telefoon met je vrienden en zo. Gezellig kletsen en zo. Soms hebben we het over jongens en soms bijvoorbeeld over een docent. De school helpt je ook echt heel erg om te leren en huiswerk te maken. Als je het niet begrijpt, kan je altijd naar je mentor gaan en die helpt je daar altijd bij. Ik als mentor hou de leerprestaties van de kinderen in de gaten. Zodra ik zie dat er iets niet goed gaat, dan kan ik met een vakdocent gaan overleggen van nou, is het verstandig dat het kind hulples gaat volgen. Ik ben dit jaar in de brugklas wel gegroeid. Vooral met wiskunde. Ik had een tijdje bijles gekregen. Dingen die je niet begreep, gingen ze voor je uitleggen nog een keer. Want ik stond daar heel slecht mee en nu ben ik beter in geworden. Behalve de leerprestaties hou ik ook het welzijn van een kind in de gaten. Als ik bijvoorbeeld merk dat een kind op sociaal vlak achter blijft lopen of dat er gepest wordt, dan ben ik degene die gaat ingrijpen en die ervoor gaat zorgen dat een kind met een fijn gevoel naar school gaat. Ik vind het zelf een hele toffe school en het is echt super leuk om daarheen te gaan. Dus ik raad je zeker aan om naar deze school te gaan. Thank you.